Mijn naam is Thijs Kennis, ik ben 26 jaar en ik ben van het bedrijf KWS Touch. Wij maken digitale leestafels. Die plaatsen wij bij ziekenhuizen, gemeentes, kapperszaken, gezondheidscentra, overal waar gewacht wordt. Op onze digitale leestafels kunnen wachtende kranten lezen, tijdschriften bekijken, spelletjes spelen, video's bekijken. Daarnaast kunnen locaties klanttevredenheidsonderzoeken opstellen en allerlei andere communicatiemiddelen met hun bezoekers delen. Het idee is ontstaan dat ik lange tijd in het ziekenhuis heb gelegen. Daar verveelde ik mij nogal en ik merkte dat ik niet de enige was, maar mijn medepatiënten verveelden zich ook. Ondanks dat er een tablet en een mobiel apparaat voorhanden was. Nou, we zijn ermee aan de slag gegaan en we hebben unieke software geschreven die echt in staat is om, als je je verveelt, jezelf lange tijd bezig te houden. Over 5 jaar wil KWS Touch over 10.000 schermen beschikken. Deze schermen staan nu heel veel bij ziekenhuizen, gezondheidscentra's, gemeentehuizen. Maar we willen ook uit gaan breiden naar huisartsen, tandartsen, praktijken. En daarnaast denken we ook aan de kapperszaken, de distributiecentra's. Overal waar gewacht wordt, kunnen onze tafels staan.